2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Dat is wat de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Dordrecht eiste tegen de voormalige boekhoudster van Karwei Bouwmarkt in Dordrecht en Hoogvliet. De 51-jarige vrouw verduisterde ruim 1,1 miljoen euro in 2 jaar tijd. En dat geld ging allemaal naar haar geheime internetliefde. Ene Marc Sebastien, die dringend geld wilde lenen voor zijn zieke vader en later ook voor zijn eigen behandeling in het ziekenhuis. Of de man wel bestond? Iedereen gaat ervan uit dat het wel waar zal zijn, want de raadsman betoogde ook al: het is zo surrealistisch allemaal, deze gevalletjes van datingfraude op het internet. Gewone stervelingen begrijpen het niet, maar dit soort dingen gebeuren. En goedgelovige vrouwen tuinen erin. En moet mijn cliënt er nou hiervoor ook de gevangenis in? Het lijkt hem niet zo verstandig, want in een civiele procedure heeft ze al beloofd geld terug te betalen. Ze heeft inmiddels 40.000 euro terugbetaald en, zegt hij, vanuit de gevangenis is het lastig terugbetalen. Ze heeft inmiddels weer werk en ze wil terugbetalen. Het is aan de rechtbank om uitspraak te doen op 25 maart.